In de maand september is het heel vaak zo dat er een burendag is. Heel veel straten, wijken, die organiseren iets om gezellig eens op de koffie te gaan bij de buren. Nu is er hier in de Heeswijkse Kampen, waar we nu staan, een nieuw initiatief geboren door twee buurmensen. En hoe dat precies is ontstaan en wat ze gaan doen, nou, dat gaan we even vragen. Stel je even voor alsjeblieft. Ik ben Nicole Bos, buurvrouw van Mark. En wij wonen samen hier in de Heeswijk. Nou. Ja, ik ben Mark Jansen. En ik woon, dat is mijn buurvrouw. En we hebben het samen een beetje bekokstoofd of zo. Ja, en wat hebben jullie samen bekokstoofd? Nou, een burendag. Een burendag voor heel de Heeswijk. Voor zoveel mogelijk straten althans. En waaronder we onder het genot van een kopje koffie en thee gezellig met elkaar kunnen kletsen. De kinderen lekker kunnen spelen en wat activiteiten kunnen doen. Zodat we er een gezellige dag van kunnen maken. Ja. En over welke dag hebben we het eigenlijk? Ja, dat is zaterdag 24 september van 1 tot 5. Nu is het natuurlijk zo dat niet iedereen precies weet waar we nu staan. Kan je me dat vertellen? Ja, we staan eigenlijk op de speeltuin tussen de Sleedoren en de Berenklauwen in. En dat is eigenlijk als je bij de Heggerank rechts de Sleedoren inrijdt, dan rij je er eigenlijk zo tegenaan. Ja, een leuk veldje met een picknicktafel, speeltoestellen zie ik, een leuk trapveldje. Ja. Dit is echt de ideale plek voor een burendag? Voor ons is dat wel de ideale plek, omdat je hier genoeg ruimte hebt om wat activiteiten te kunnen neerzetten. Ja, ik denk wel de ideale plek. Ja, maar als ik het zo even bedenk, de Heeswijkse Kampen, die is wel heel erg groot, hè? Nodig je die mensen allemaal uit hier? Nou, we kijken gewoon wat we aan kunnen, zeg maar. We verwachten in eerste instantie, want we hebben dit eigenlijk bedacht tijdens een barbecue toen we samen waren. Toen dachten we eigenlijk op 50 kinderen. Maar ja, de verwachting is nu denk ik tussen de 100 en de 300. En kijk, als alles op is wat we hebben besteld, dan kunnen ze nog spelen met de springkussen. Ze kunnen een suikerspin pakken. Ze kunnen in het pannenveld helemaal losgaan. Dus we hebben voor de hele middag hebben iets. Maar ja, het wordt ook gefinancierd door het Oranje Fonds. Dus het is ook wel beperkt budget. Dus als het dit jaar heel groot wordt, ja, dan gaan we misschien wel denken over dat we iets gaan starten of zo voor volgend jaar. Ja. Want het is niet zo dat jullie bij een of andere buurtvereniging zitten of zo. Nee, nog niet. Nee. misschien maken we zelf wel een buurtvereniging samen of zo. Want we hebben vorig jaar ook Halloween georganiseerd. Hier voor onze wijk, zeg maar. En dat is ook heel goed bezocht. Dus de animo is er. Je hebt natuurlijk een beperkt aantal middelen en een aantal geld. Maar belangrijk is natuurlijk dat mensen gewoon elkaar ontmoeten hier aan de kinderen, toch? Ja, juist. Dat is eigenlijk het doel van de Burendag. Dat je elkaar ontmoet en gezellig met elkaar in gesprek gaat. Zodat je elkaar ook leert kennen. Want de kinderen onderling kennen elkaar natuurlijk wel, maar wij als ouders kennen elkaar vaak niet. Dus dat is wel een beetje het doel van de Burendag, om er zo gezellig mogelijk iets van te maken. Ja. Dus als mensen nu zeggen van, goh, ik heb thuis nog een krat vol met limonade die bijna aan de datum is, die kunnen ze ook wel een mooi even meebrengen dan toch? Ja, zeker. Iedereen mag natuurlijk van alles meenemen. We hebben ook een knutseltafel en een schildertafel. Ook daar hebben we natuurlijk een beperkt aantal spullen staan. Maar mochten mensen denken van, nou, ik heb nog wat thuis staan die ik wil doneren, dan kan dat altijd. Zeker. Ja. Nu heb ik in het verleden wel eens een soort van straatfeest georganiseerd. En toen merkte ik van ouders die denken van, hey, dat is makkelijk. Ik dump mijn kinderen om 1:10 en vanmiddag om 2:00 kom ik ze wel ophalen. Nee, we gaan er ook vanuit dat de ouders zelf ook aanwezig zijn en ook ondersteunen in toezicht. Nou, voornamelijk hun eigen kinderen natuurlijk. Maar de ervaring leert wel, vooral hier in de Heeswijk, is dat iedereen wel op elkaar let. Dus we zijn daar niet zo bang voor. Moeten mensen en kinderen zich aanmelden om hier de Burendag mee te beleven? Nee, dit keer nog niet, omdat we natuurlijk niet weten wat de animo is. Maar als we zien dat de animo heel erg groot is, dan gaan we er volgend jaar misschien wel naar kijken om een aanmelding hiervoor te hanteren. Ja. Maar nee, voor nu kan iedereen zich gewoon aankomen waaien, om het zo maar te zeggen. En kosten eraan verbonden voor de mensen die lekker een bakje koffie komen nemen? Nee, eigenlijk is alles kosteloos. Alleen we hebben het ijsje van de Troela's. Die komen hier ook staan. Dat is een vrije verkoop, maar voor de rest niet. Nicole, wat is er eigenlijk allemaal georganiseerd hier?
Nou, vanuit Socium / de gemeente hebben we een pannenkooi georganiseerd. Die komt op deze kant van het veld, ja, dat kun je niet zien natuurlijk. Maar die komt op die kant van het veld. We hebben wat schilderactiviteiten en wat knutselactiviteiten. Wat oud-Hollandse spelletjes. En daarbij kun je denken aan zaklopen, koekhappen of spijkerpoepen. We hebben een springkussen georganiseerd. En ja, ondertussen staan hier genoeg speeltoestellen waar ze natuurlijk ook op kunnen spelen. Ja. Nou ja, het klinkt super gezellig. Het enige wat nog belangrijk is, het weer. Hebben jullie dat geregeld? Ja, we hebben het weer geregeld. Ik wou zeggen van Piet Paulusma, maar die is niet meer onder ons, dus dat kan helemaal niet. Maar ja, het weer, als het weer niet zo goed is, hopen we er toch nog een leuke dag van te maken. Want het is vrij groot hier, zoals jullie zien. Dus tenten hebben we helaas niet. Maar ja, mocht het echt gaan stormen, onweren, hagel of sneeuw, dan zullen we nog even kijken of het doorgaat. Ja. Nicole, koffie, thee is er te krijgen, een glaasje fris voor de kinderen. Dat was het? Nou, we hebben gekeken naar zowel iets wat ongezonde versnaperingen, maar ook gezonde. Dus daar kun je bij denken aan wat snoepjes, chips, maar ook worteltjes, komkommers of een tomaatje. We hebben natuurlijk ijs van de Troela's, dus echt heel lekker ijs. Die hebben de afgelopen weken, dagen ook gestaan op de avondvierdaagse, dus ze zullen al wel een beetje bekend zijn. En we hebben natuurlijk ook friet, die krijgen we gesponsord van Avico. Van Avico. En als het goed is, komt er ook een suikerspinnenkraam. Dus. En zijn daar kosten aan verbonden? Nee, daar zijn geen kosten aan verbonden. Behalve het ijs van de Troela's, dat is natuurlijk vrije verkoop. En ik heb begrepen, jullie hebben zelfs een muzikaal iemand uitgenodigd, ook nog. Ja, als kers op de taart hebben we Owen van Kool. Dat is een Nederlandse debutant, die komt uit Nijmegen en die is hier pas sinds pas komen wonen. En die zei van, ik wil hier wel komen zingen. Ik zei, oh, en dat is fantastisch. Van 1 tot 5 ben je van harte welkom. Kijk, en zo is het wel duidelijk. Er is voor elk wat wils hier. Zo is het. Nou, u hoort het. Welkom in de Heeswijkse Kampen op zaterdag 24 september. Dank jullie wel.